stel me zo voor dat ik ouder word in een goede gezondheid. Minder fit dan nu, maar toch capabel om te blijven sporten en bewegen. Op een gegeven moment als je, net als mijn vader dan, 97, incontinent wordt. Wel goed bij geest, maar allerlei dingen, gebreken toch wel komen. Geen televisie meer kunnen kijken. Ja, dan houdt het op. Ik denk eigenlijk niet zo over ouder worden na, omdat ik nog vrij jong ben. En dat is nog niet echt waar ik echt over na heb gedacht. Ik wil niet als laatste begraven worden, want dat is niet meer gezellig. Maar ik hoop wel een mooie leeftijd te hebben. Zoals ik er nu in het leven sta, vind ik 80 jaar vind ik helemaal perfect. Ja, mijn hobby als ik straks 80 ben, dat weet ik niet. Tijden veranderen snel natuurlijk. Misschien met een robot heup nog aan het voetballen. Je weet het niet. Ik ben nu 71. Ik mag nog steeds aan het werk zijn. Ik noem dat geen werk, dat is gewoon voor mijn lol. Vliegtuigen ontwerpen. Zolang ik gezond ben, kan dat. En ik weet niet waar dat ophoudt. Ik wil zo lang mogelijk van het leven genieten en dat maakt me maar niet uit hoe oud dat is. Ik zou het liefst 100 willen worden, want het is een mooi rond getal. Ja, als ik maar fit ben. Ik kijk helemaal niet op tegen ouder worden. Ik vind het hartstikke leuk, want er zijn steeds meer dingen die ik snap. Het gaat allemaal zo snel. Het lijkt me nu al of de jaren gewoon in no time voorbij vliegen. Ik kijk er echt tegenop. Ik kijk niet op tegen ouder worden. Het lijkt me alleen maar gezellig om het leven door te gaan en na het werk nog wat van te maken. Mijn hobby is vooral basketbal en ik hoop toch als ik 80 ben daar nog zeker van te kunnen genieten. Geraniums zijn verschrikkelijk lelijke bloemen. Daar hoef ik niet achter te zitten.